Ja, Raski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Assassin's Creed Origins Let's Play aflevering. Hier natuurlijk op mijn kanaal Raski Plays. We gaan vandaag weer verder waar we gebleven waren. Want wij gaan namelijk vandaag de missie Hinderlaag op zee doen. En ik zal hem er eens even bij pakken. Want in Fayum raakt Bayek afgeleid door een verhalenverteller op straat. Die vertelt over Phoxidas en zijn godin. En hoe ze de Gabiniani vloot vernietigden. De Gabiani zijn in Egypte gevestigde Romeinse bandelingen en moeten tegengehouden worden. Tijdens een sterk verhaal van de verteller wordt duidelijk dat de naamloze godin Aya is. Oftewel, onze vrouw natuurlijk. Dit is het enige deel van het verhaal dat Bayek kan geloven. Oftewel, we gaan nu natuurlijk naar de verhalenverteller toe. Het heeft te maken met Aya. Verder weet ik zelf ook nog helemaal niks. Het zit 150 meter verderop, dus we zijn er gelukkig al bijna. Als je het leuk vindt, ram natuurlijk zo'n kaart op lijken op. Dat zou ik super, super doof vinden. En we komen natuurlijk ook steeds weer verder. We hebben de level 30 hebben wij bereikt. Dus we zijn op dit moment een mooi leveltje natuurlijk. En dan gaan we eens even hier ook met de verteller... Hallo, praten. Have you heard the story of courageous Captain Phoxidas? The magnificent Greek mercenary who single-handedly defeated the despised Gabiniani in epic battle on the high seas? You said goddess of Siwa. What was her name? Which battle are you talking about? You have not heard? Oh, my friend, then you are in for a treat. Let me tell you how it happened. Hier komt hij hoor. Hier komt hij hoor. Nou, ga jij eens even het hele verhaal vertellen, jongen. Dan gaan wij het gewoon naspelen. Wat dacht je daarvan? Veel beter gewoon. Hier zijn we dan hoor. Als Aya. Has it. The noble Greek captain and the Egyptian goddess sailed from Alexandria's Golden Coast in search of the feared Gabiniani fleet. With only their sturdy trireme and loyal crew against the Gabiniani's fabled warships, floating mountains, carrying 10,000 men, bristling with oars and fire. Where are these mongrel Gabiniani? What a boss, you are. My informant assured me they would pass here. A throttle is scrawny neck if he told me wrong. Who are the Gabiniani? Where do they come from? Exiles of Rome who took Egypt as their home. Traitorous rats, everyone. With the discipline of Rome, and the ruthlessness of Ptolemy. Worthy opponents for the likes of us. Well, we have to stop them before they can join Ptolemy's fleet. Yep. We'll find them, Aya, and send them to ruin. Not one of these salt-soaked hull rats will pass us along. Zijn er al, jongens? Is that the whole fleet? Wow, daar komen de pijltjes aan! Incoming! Zeg schrap, jongens! We zijn serieus gemist. Ze missen. Mooi, yo jongen. Daar gaan we jongens, schiet! Mooi, yo. Fire! Dat was een tegenaanval, dat is lekker. Oh, de vaart erin tegen ons aan, joh. Komt-ie! Tegenaanval! We moeten dichtbij komen. Oei, Jojo, die ons raakt. We moeten dichtbij zien te komen, man. Ik heb vuurbommen nu! Gooien! Woe! Ja, die hebben we sowieso. Er zit er ook nog één achter ons aan, joh, zie je dat? Als we nou eerst deze pakken, is deze sowieso uitgeschakeld. Vuurbommen nu! Gooi nog een keer! Oh, joh, eentje is uitgeschakeld, maar we zijn tegen een andere aangeknald, zo te zien. Hé hey jongens, hallo! Alles goed hier? Vuurbommen! Lekker hoor! Okay, die hebben ook keihard geraakt, komen volgens mij pels aan, of niet? Oké, okay, nog niet. Wow, yo jongen. Komen we nu dichterbij bij hun. Je moet wel opletten natuurlijk dat we niet... Vuurbommen, gooi ze! Go! Schiet er meteen achteraan. Oh, arrows! Oh, die ging mis. Oké, die hebben we ook. Lekker. Er waren de vier, hè. Ik weet niet waar die andere is. Oh, die is vanuit achter ons. Oké, we moeten eerst deze pakken. Oh, arrows. Mispoes. Arrows. Lekker, nog één. Vuur. Die is bijna kapot.
Er is ook een pond om heen te gaan. Kom maar. Die vaart daar in de verte. Komen pijltjes aan. Zoek dekking, jongens. Nu. Lekker hoor. Die hebben we hard geraakt. Kijk, deze hebben we echt heel erg hard geraakt nu al. Die Gabiani vloed. Die gaat dood. Nog één keer. Of we kunnen vuurbommen. Gooi je vuurbommen. Gooi vuurbommen. En we hebben hem. Easy. All 20 mountainous warships lay in Poseidon's slimy embrace. Alone, and with the fury of the wind and sea railing against them, they prevailed. 20 warships? Pompey himself would not claim so many. You must not doubt me. I was told it by someone who saw it happen. Captain, we bested them. The Gabiniani are finished. Don't be hasty, boy. My spies gave me a greater number than that. They must have split their fleet. We should head east. Straight into the jaws of the crocodile, if your spies tell the truth. What of it? We zijn er al. Die vent is wel een beetje... From the very depths of the underworld, a second bristling wall of hulls appeared. This time an unbelievable 40 Gabiniani death ships. 40? First our lone heroes. Wij zijn er geen 40. Oh! The size of which has never been seen before. Kijk, oh, wat schiet zij, joh! 10,000 warriors crowded its massive deck, smashing sword and spear against brazen shield. This may have been the largest fleet ever to sail the Mediterranean. Silence! Speed off! Fell like fog. Suddenly, 100 balls of fire leapt up from the Gabiniani decks. And bow down upon Foxidas and his stricken crew. We zijn er. Die schiet echt dingen af, jongen. Dat is niet normaal. Zet zich slap! Twee keer! Drie keer! Nog een keer! Nu schieten we terug ook. Die vent die dat vertelt, jongen, is wel echt een baas, ouwe. Komen nog een veldje aan, dan kun je schieten. Zet zich slap! Verladen. Ook het kompel. Snel schiet. En lekker. En nu dekking. En schieten. Nog meer. Nog eentje komt erachteraan. Oké, let's go. Auw, die was wel raak. Ja, die deed pijn, jongens. Maar jullie zijn nu als goed neer. Ja, lekker. Jesus. Grote schip is echt helemaal gek, jongen. Zo. Schiet op een zwakke plek. Zag je dat? Dat was een zwakke plek. Dat is goed. Oh, ja, die was raak. Komt er nog een pijl aan. Komt die. Zoek dekking. Nog eens. Ze schieten drie ladingen. Dat is twee. En dat is drie. Die vent die dat vertelt, die maakt het verhaal echt gewoon niet geloofwaardig, jongen. 40 schepen, het zijn er maar 3, maar ja. Wat hij wil, toch? Nog meer schepen, wat? But we're borne off again by the wild, thunderous cries of their fearless captain and the goddess. Yet more ships from the east! Zet je schrap! It is beuken! Hoppa! Vuurbommetjes! Gods and beasts, this is it, lekker! Er komen echt meer schepen aan! Prepare to invade! Jesus! Aya! They must be! Slackers all, listen to me! Christ will break their pains, writing of this day! On this blood-smeared ocean! Wow, yo, dit is gekke werk, joh! Oh, ik kan heel vaak... Wacht, we kunnen heel vaak terugschieten! Het gaat goed, jongen! Without tears running down their faces! The gods themselves will lift cups to our glory! Ah, ze gaan ons rammen! Go! Ze gaan ons rammen!
Strikers! Ik moet bijsturen, anders gaan ze ons rammen. Oh, die heeft pijn. Ja, nog een keer. Nog een keer, er komt de laatste aan. Oké, okay, lekker. Nu terugvuren. Oké, okay, lekker. Weer op de zwakke plek geraakt, dat is goed. Zo, het schieten! Vuur! Lekker, mannen! We hebben nog een pijltje aan, zie je ze, kom eens aan. Oh, net te vroeg. Ja, die is ook gezonken. Die, oh, daar komt die grote weer aan. Nu! Kijk uit! Jesus! Ze gaan nog wel voorvaren, hè? Vuurbommen, vuurbommen! Oh, hij gaat beuken! Weg hier! Kunnen ze op de zwakke plekken raken, dat is goed. Oh! Vuur terug! Gaat weer drie keer schieten of niet? Vuur terug! Nog een keer, ze gaan nog een keer schieten! Vuur terug! Als ze dichterbij kunnen komen, kan ik vuurbommen gooien. We moeten ietsje dichterbij. Ja, nu vuurbommen! Oh, dat is één goede aanval, joh, van hun. Zo! Jee, wat hebben zij, joh? Gek dingen, man. Ik probeer even vuurbommen, vuurbommen. Ik denk dat we het dan hebben, hoor. Maar die vuurbommen beginnen mis, is niet erg. We hebben ze bijna, hoor. Ze gaan zo meteen wel weer vuren, denk ik. Nu, schiet! Dan is het kapot! Lekker! Wow, yo! Dit was moeilijk, joh. Dat was echt één groot schip, gek. Niet normaal. Die verteller die dat aan het vertellen was op die straat. Het was dus Aya, dus onze vrouw natuurlijk. Die bij die, piraten, of om maar zo te zeggen, heb ingehuurd. Die maakte het allemaal zo overdreven. 40 schepen. Nou, dat waren er. In totaal, de eerste waren er 4. Daarna kwamen er 2 met die grote bij. En toen kwamen er nog 2 met die grote erbij. Dus het waren in totaal 8 plus een grote. Geen 40, geen 50, geen 30. Dus die verteller op straat, die zit zich echt uit de sloofiel. Dat is niet normaal. Maar ja, hij moet natuurlijk wel een verhaal vertellen. En mensen moeten blijven luisteren. Dus dan maakt hij het natuurlijk maar erger dan het was. Maar Aya, die heeft het wel goed gedaan, zoals je daar zag. Aya is een beest. Oxidas and the goddess sailed into legend over the backs of 10,000 drowned Gaviniani. I tell you, I weep just to tell of it. And they say, if you whisper a prayer into a wave or a fold of the sea, you can hear their war cry answer back. Alala! Alala! And that is how it happened. To a word. What a tale. The goddess' name was Aya, and a goddess she truly is. That may be the only honest part of the story. What is truth? All is permitted in the realm of greatness. One must believe in the act of creation, or else they will join the Gabiniani. You are a fine storyteller, Seni. Though I cannot tell if you are playing a game with me or telling a story. They are one and the same, my friend. Married to each other, like the oceans and the rain. Alala! You see it now! Wat een baas, jongen. Wat een baas. Ja, hij kan wel mooie verhaaltjes vertellen, maar ja, dat is natuurlijk niet echt helemaal hoe het is gegaan. Maar hé, dat maakt niet uit, man. Als hij het wil vertellen op die manier, dan moet hij dat natuurlijk lekker doen. Ik ga heel eens even kijken wat deze mannen zelf allemaal verkopen. Want ik wil sowieso je ijzer en alles kopen. Ja, dankjewel. Dat koop ik altijd als ik hier ben, namelijk. Brons erbij en cederhout erbij, want dan hoef ik het niet meer te zoeken. Kijk eens aan. We hebben wel maar 1300 monies. Dus weet je, we hebben goede zwaarden. Ik heb weer een nieuw zwaard erbij met 299 schade. Ik kan hem upgraden, maar het punt is dan gaat hij maar 1 level omhoog. Dus daar hebben we natuurlijk ook weer niet heel veel aan. En onze bogen zijn ook nog allemaal sterk. Dus ik vind het leuk dat ik hier zit, Blacksmith. Maar ik heb op dit moment sterk genoeg wapens, man. Dankjewel. In ieder geval, dankjewel. Maar dat was weer een verhaaltje van Aya, zoals je ook wel zag. Wij hebben nog veel om te doen. En een van die missies die we natuurlijk nog moeten doen, dat wij de commandant in het fort moeten gaan vermoorden, die natuurlijk alle boeren aan het afpersen is. En we zijn nu level 30, dus ik denk wel, vorige keer konden we ze niet aan, ik denk wel dat we ze nu aan kunnen gaan. Dus we gaan daar gewoon naartoe, het zit natuurlijk in het fort, en dan gaan we daar gewoon iedereen vermoorden, vooral natuurlijk de commandant die wij moeten pakken. Want ik denk wel dat wij nu sterk genoeg zijn ons te kunnen pakken. Het is 1600 meter verderop,
gaan even een stukje lopen en dan zijn we vanzelf bij het fort. We zijn bij het fort aangekomen. Oh, we moeten hier weg, want daarmee kunnen we niet gaan vechten. Weg hier. Weg hier. Wat zei je? Er staan mensen bij het fort, zegt hij. Maar we moeten heel veel wachten tot hij langs is gelopen, want die kunnen we namelijk niet vermoorden. Dus hij is langs en dan kunnen we nu naar binnen. Er staan mensen... Oh, er staan allemaal mensen voor het fort. Kijk dan hier links. Dat zijn denk ik al die boeren. Die zijn dus gewoon in protest gekomen natuurlijk. Nou, we moeten ze één voor één gaan pakken, jongens. We zijn bij het fort. Dat is één. Dankjewel. Hij valt rustig dood hier, dus... lekker laten rollen. Ik denk dat het handigste is... Oeh, ja, dit wordt wel echt goed bewaakt. Ja, dat heb ik wel al door. Daar loopt er één. Dat is meteen ook de kapitein. Dit is nog ineens het fort, hè. Dit is nog het beginstukje gewoon. We zijn nog ineens binnen. Alleen al die boeren hebben dus wel geluisterd. Want ze zijn dus al bezig met... Ze zijn dus al bezig met de aanval. Hier staat er ook nog één. Ik zie je, jongen. Hier staat er ook nog één. Dit is echt... Dit wordt goed bewaakt, hoor. Maar hier is de... Kijk. Die kunnen wij gebruiken. Zie je dat? Er staan twee van die grote dingen op. Dus die kunnen wij sowieso goed gebruiken. Daar staat de vuurkorf. Die mogen ze natuurlijk niet aansteken, want er komt de versterking aan. Dan proberen we even rustig iedereen te taggen. En hem moeten wij pakken. Level 33. Dat is de guy die we natuurlijk sowieso moeten hebben. Maar als ik eerst even rustig... Daar staat er ook nog één. Rustig iedereen kan spotten. Dan kunnen we daarna overgaan voor de aanval. Kijk. Oh, daar staat nog zo'n ding. Oké, nice. Daar loopt er ook nog heen. Hallo. Eerst iedereen spotten en dan gaan we over op de aanval. Ik denk dat ik iedereen heb. Alright. Dan moeten we ze één voor één gaan pakken, jongens. Als ik hem nu kan vermoorden zonder dat iemand het door heeft. Hij loopt namelijk naar me toe. Ik weet alleen niet of hij in één keer neer is. Ik hoop het wel. Hij is in één keer neer. Kom op. Oké, dat is één. Lekker, hij is neer. Hij is neer. Dat was één kapitein. Er zijn twee kapiteinen, maar we hebben er nu al één. Oké, lekker man. Gelukkig zag ik jou, want ik had je eerst namelijk niet gezien. Dan hebben we die ook. Er staat niemand in de toren. Oh. Oké, lekker, die hebben we ook. Ik zag hem niet, hè. Ik zag hem iets te laat eigenlijk, maar... We hebben hem, daar gaat het om. En één voor één moeten we op deze manier gewoon rustig iedereen pakken. Gewoon rustig aan. Ik kan jou... Zo, hij ontwijkt alles. Serieus? Dat was dus één van die personen die ik niet heb gezien. Er staat nog iemand anders links. Ik moet het snel doen zodat de versterking komt. Oké, dat is één neer. Waar is die andere? Daar ben je. Oh, het zijn er twee. Die kunnen we wel pakken. Moet het wel doen voordat de versterker komt, anders hebben we een probleem namelijk. Die is ook neer. Snel vermoorden voordat er meer mensen komen die het zien. Oké, lekker. Zo. Die zijn ook allemaal neer. Dat was wel even een momentje, hoor. Want ik heb dus mensen. Ik heb met Senu natuurlijk proberen iedereen te spotten. Maar als je zelf ook wel ziet, heb ik dus niet iedereen kunnen spotten. Oh. Die gaat die lijken zien. Ze lopen echt, er lopen er zoveel hier rond, joh. Oh, shit. Hey! Pak hem. Oké, lekker. Die is ook neer. Ze lopen echt veel rond, hoor. Dus ze gaan sowieso die lichamen zien. Dus ik moet nu snel te werk gaan. Staat boven in de toren, die kunnen we ook mooi in zijn rug pakken. Wat hoor ik? Horns, voices. Someone else is attacking the Iemand anders valt het voortaan. Seems all of Fayum has turned against the commander. Iemand anders valt het voortaan. We zijn niet de enige die aanvallen. Wat? Meen je dit? Wat ga jij doen? Ik moet achter dit ding komen te zitten. Ren, voordat hij ons ziet. Voordat hij schiet. We zijn niet de enige die het fort aanvalt, jongens. Er zijn dus meer mensen die het fort aanvallen. Kijk maar, er staan allemaal mensen hier binnen. Oh, snel achter dit ding dan. Snel achter dit ding. Ja, lekker. Hij kan niet verder draaien, meen je dit? Nee, hij kan niet verder draaien. Mijn hele plan naar de Filistijnen. We moeten even niet gezien worden. We moeten rustig moeten we iedereen zien te pakken.
Maar ze mogen ons wachten. Snel een trap hier zetten, zodat ze geen versterking kunnen oproepen. Snel. Oké, okay, trap is gezet. Als ze nu versterking proberen te roepen, dan kan dat simpelweg niet. Jij hebt het ook neer. Lekker bezig. Zo, dat fort wordt door veel mensen aangevallen, joh. Wow, joh, dat is niet normaal, hoor. Ik heb er al twee. Ik heb er weer twee. Deze vent is alleen wel echt rete sterk, zo te zien. Daar doe ik ook gewoon geen damage op, zie je dat? Oh, nu komt hij op mij af. Oh, made it. Vuurbom. Vuurbommen werken altijd goed. Zo, deze vent is echt groot, hoor. Dat doet ook weinig damage op die vuur. Misschien kan ik hem slaan. Wacht. Ik moet eigenlijk wachten even. Als hij mij niet meer doorhebt. Ik moet eigenlijk kijken. Heb ik bij mijn uitrusting. Kan ik dat nu wisselen of niet? Mijn slaappijltjes. Ja. Nu heb ik mijn slaappijltjes. Dan kan ik hem laten slapen. En dan kan ik hem daarna gewoon meteen pakken. Kijk. Dan gooi ik dit in hem. Dan slaapt hij. En dan kan ik hem slaan. Oh, hij moet alleen niet mij slaan. Oh, iemand anders gooit een vuurbom op hem. Hij gooit zelf ook vuurbommen. Zie je dat? Dan laten we weer slapen, dan laden we onze aanval op en dan slaan we. Deze gast is echt enorm sterk. Oh, vuurbom. Auw, die was raak, ja. Er staat nog iemand anders om het schieten ook, zie je hem daar in de verte. Oké, die is sowieso zo goed als neer. Vuurbom. Ik moet hem heel langzaam uitschakelen, deze gast. Al die versterking, al die gasten die hier ook aan het aanvallen waren. Die zijn letterlijk allemaal weer uitgeschakeld. Dus het fort werd aangevallen door anderen. Maar die zijn allemaal weer uit de spuurbom. Die zijn allemaal weer uitgeschakeld. Spuurbom. Hij gooit hem bijna op zichzelf weer. Je bent niet de slimste, vriend. Ik kan niet naar hem toe. Als hij maar één keer raakt, spuurbom. Als ik maar één keer raak, dan ben ik gewoon de Sjaak. Misschien kan ik hem wel naar boven zien te lokken. Oeh, als ik hem naar boven kan krijgen, naar die gun. Ik moet hem... Ja, maar... Hij is sterk, hoor, deze gast. Kijk, ik kan niet verder. Ik kan niet verder richten daarmee. Jij hebt het ook neer? Ja, doei. Val maar naar beneden, jongen. Nu. Weer geraakt. Nee. Wat? Oh. Zo. Oh. Ah, nu komt hij echt achter me. Nu is hij boos, hoor. We hebben hem boos gemaakt, jongens. Hij gaat weer een vuurbom gooien. Komt zijn mattie ook aan, zie je dat? Jammer, jongen. Zo, we hebben hem bijna, hoor. Misschien kan ik wel weer naar boven komen, wacht. Ik heb nu een speciale kracht aangezet. Dan pakken we hem nu, dan valt hij op de grond en dan kunnen we hem nu helemaal kapot mappen. Oh, hij slaat! Oh, dat is niet goed, Ja, hij gaat dood. Hij heeft bloeddenk dood. Wat ga je doen, jongen? Zo, wat zie jij eruit, joh? Wat zit je nou te juichen, man? Gek. Oh, ik kan hier niet weg. Auw. Weg. Rol weg, alsjeblieft. Oh. Ah, we hebben hem, hoor. Zo, hier. T-back, mate. Hier. Batty. Oké. Maar we zijn nog niet klaar, helaas. Oké, even rust in de tent. Ik moet sowieso pijltjes hebben. Ik denk wel dat die hierboven liggen. Dus we gaan even kijken. We zijn nog niet klaar. We moeten nog steeds de commandant zien te pakken. Ja, hier zijn nieuwe pijltjes. Oké. Nou, die heb ik wel echt nodig, ja. En al zijn versterking. Want er waren dus ook andere mensen dit fort aan het aanvallen. Die zijn allemaal vermoord. Moet je nagaan hoe sterk ze hier zijn, joh.
Maar we hebben er wel echt veel weten te pakken hier, hoor. Er zijn hier ook burgers gevangen, die kunnen we even bevrijden. Hier beneden. Althans. Dat denk ik. Waar zitten jullie gevangen, jongens? Oh, hier, wat? Ik kom jullie helpen, hier, kom. Even de burgers bevrijden, want dat is die witte... Waar is dat iedereen? Oké, de gevangenen zijn bevrijd, maar nu zitten we onder de persoon die we moeten vermoorden. Dit is echt gevaarlijk wat ik nu doe. Hij zit daar. Hij zit daar. Hij is niet in één keer dood. Hij is niet in één keer dood. Let op, hij is niet in één keer dood. Ik ga een aanval aan. Map erop los. Blijf erop aflossen. Blijf mappen. Ik heb hem, hij is doodgebloed. Oh, dat was de commandant, die hebben we nu ook. Lekker jongen, dat was de commandant. Dat was de persoon die we moesten hebben. Of niet? Oh nee, hem moeten we hebben, er staat er nog één. Plannetje, ik moet in zijn rug komen, wacht. Ik moet in zijn rug komen. Dit plunderen we sowieso even, dankjewel. Koolstofkristal, kijk eens aan. Lekker, die is ook hard geraakt. Hij is ook niet in één keer dood. En deze vet is ook sterk. Zo zie je maar hoe sterk ze hier zijn, joh. Want ze zijn allemaal niet in één keer dood. Terwijl het wel echt één harde aanval is. Nu. Maar gelukkig hebben wij geoefend, vriend. Woe! Lekker, man. Hele ding vermoord. Hij moet de anderen ontmoeten. Zo, dit is inderdaad wel echt het einde van je corruptie, ja. Dat was die gozer die dus alle boeren aan het afpersen was, waardoor ze extra belasting moesten betalen, waardoor ze hun graan en hun rijst en weet ik wat allemaal moesten inleveren. En nu is er eindelijk een einde aan hem gemaakt. Eindelijk. Dat heeft echt te lang geduurd. Wat zijn jullie? Oh, jullie zijn aan het trainen. Oh, dat vind ik wel grappig, want dan kunnen jullie gewoon rustig vermoorden. Hebben jullie wel meegemaakt dat jullie hele kamp is uitgemoord, jongens, of niet? Ze staan nog rustig te trainen, joh. Nou ja, je kan allemaal. Ik vind het ook niet erg. Hebben wij eigenlijk deze beest gehaald? Of... Nee, er staan nog drie schatten. Er staan nog drie schatten hier. Dan neem ik die ook meteen mee. Want nu hebben we... Kijk, daar staan er nog twee. Ah, daar staat nog een guy. En daar staat ook nog een schat. Oké, dan hebben we sowieso alle drie de schatten gespot. Moet ik jou nog even zien te pakken. Dankjewel. Hoppatee, man. Zo, dit was insane, hoor. We moeten nu weer terug naar Hottefrus en Kenhut natuurlijk. Waarvan hun dochter is vermoord. Om er even in te leggen dat hier, ja, gewoon ook iedereen vermoord is. Zo makkelijk is het. We hebben het gewoon gehaald, joh. Zo. Het was wel dus even handig dat we eerst wat beter werden, zelf persoonlijk. En dan pas dit fort ingingen, want ze waren hier echt heel erg sterk. Er staat nog één schat, die gaan we nog even ophalen. Dan krijgen we allemaal wapens en weet ik wat allemaal uit. Dus dat is sowieso wel mooi. En dan, oh, wat doe jij hier, joh? Gekke man, hé. Staat hij gewoon nog rustig te chillen? Nou ja, nu niet meer. Dat had ik even niet gezien. Even de laatste schat ophalen. Zo, kijk dan. Deze personen die probeerden me allemaal te helpen. Zie je dat? Maar die hebben dus ook allemaal niet overleefd. Behalve jij dan. Hé, hey, lekker bezig, jongen. En hier staat de laatste schat. En dan hebben we ze allemaal. Plunderen. Hoppatee. Lekker, hoor. Zo, nog even de rest meenemen. Je krijgt ook gewoon 1500 XP voor alleen maar om dit fort helemaal uit te schakelen. Zo. Alright, op naar Hottefrus en Kenhut. Even hier nog dingen meenemen. Er ligt hier ook nog allemaal dingen namelijk. Hop. Oh, hier staat nog een kist. Lekker hoor, dankjewel. Hier in de hoek nog één. Nou, ze bewaren hier genoeg goud en leren, weet ik wat allemaal. Hé, hey, vriend! Wat doen jullie hier nou weer? Ah, jongen, ik heb iedereen vermoord en jullie komen hier nog even mee bemoeien, hè? Stelletje stinkdieren. En dan gaan ze nog, rennen ze nog weg ook. Wat een poesies. Oh nee, ze komen weer terug. Of niet? Ah, jullie zijn... Jongens!
Meen je dit? Jullie rennen gewoon weg? Omdat je weet dat je me toch niet aankijkt. Ik heb jullie hele fort vermoord. Hier, kom maar. Hier. Kijk eens wat ik voor jullie heb, jongens. Hier. Daar kunnen jullie niet tegenop, hè? Ding is echt rete sterk, jongen. Waar staat die laatste? Oh, die laatste komt. Oh, die laatste pakt nog even zijn paard ook. Hier, dan lossen we dat op die manier op. Zo. Ja, die hebben we ook allemaal, jongens. Kijk eens aan. Dat, misschien was het wel versterking of iets. Maar ja, die hebben ook helemaal niks kunnen doen, gewoon. Dankjewel. Dan neem ik ook meteen je paard mee, als je niet erg vindt. Want Shiva, die staat nog ergens anders. Dus, ja, hier op de berg staat Hottefres en Kenut. Ik denk wel dat die blij zijn, hiermee, want die hele commandant is nu uitvermoord. Ze hebben gewoon toegekeken, joh! Haha, ze hebben gewoon toegekeken! It is done. You had help. Yes. The farmers staged a protest to distract the soldiers. They were fearless. The rebels also did their part. You've inspired them, Bayek. In truth, they are in awe of you. Our farms will be well protected. They Goed zo. Love their crazy sea-one. They won't let another crocodile plague the Fayum again. Your people are free now. It is a good start. Hottefres, it is time to live up to your name. And my duty as a husband. Shadia liked you immediately, you know. You always have a home here, if you need it. Thanks. Kijk eens aan, zo doen we dat. Nou, de boeren die zijn weer vrij. We hebben ze geholpen. Fayum die is helemaal gewoon vrij. Hottefres die kan ook weer zijn ding doen. We hebben Shadia's pop gekregen. Oh, wauw. Shadia is natuurlijk dat meisje dat is verdronken, dus... Dat is wel mooi dat we nu haar pop hebben gekregen. We zijn ook altijd welkom bij hun, mochten we dat willen. Dus ja, dat is wel mooi natuurlijk. Wat wij gaan doen in de volgende aflevering, jongens. Want we hebben nu dit gehele gebied natuurlijk weer bevrijd. Want de commandant is vermoord. We gaan in de volgende aflevering terug naar Cleopatra. Want als je natuurlijk kijkt bij onze doelen. Hebben wij alle doelwitten uitgeschakeld. Het probleem is alleen dat wij de moordenaar van onze zoon nog niet hebben kunnen vinden. Dus die moeten wij nog steeds zien te pakken. Want dat is natuurlijk ons echte doel. Dus volgende keer gaan we terug naar Cleopatra. Gaan we eens even kijken wat zij te zeggen heeft. Dus bedankt Anne voor het kijken. Bedankt natuurlijk Anne voor de support. Awesome dat jullie er allemaal bij waren. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer, mensen. Bye bye.